Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de laatste speelronde van de Eredivisie. En natuurlijk in de nacompetitiewedstrijden van de keukenkampioendivisie. Laten we daar eerst even naar gaan kijken. De Graafschap heeft het voor zichzelf echt heel erg verneukt. Die hebben de laatste drie wedstrijden hebben ze alles weggegeven. De Graafschap heeft namelijk met 2-3 verloren van Rode JC. Wat betekent dat Rode JC doorgaat en dat de Graafschap volgend seizoen weer gewoon keukenkampioendivisie speelt. Almere City heeft ook verrassend verloren en maar liefst met 0-4 van NEC. En NAC Breda won met 4-1 van Volendam. Dus Roda, NEC en NAC die gaan alle drie door naar de volgende ronde. Dan waren dit de wedstrijden van de speelronde 34 van de Eredivisie. FC Twente moest tegen ADO Den Haag. Dat werd 3-2 van twee heerlijke goals van Gosens van ADO. Dat waren echt hele mooie goals. Feyenoord won met 3-0 van RKC. Willem II won met 2-1 van Fortuna. AZ won met maar liefst 5-0 van Heracles. Vitesse verloor met 1-3 van Ajax. PEC tegen Groningen werd 1-0. FC Utrecht, PSV werd gelijk, dat werd 1-1. Heerenveen, Sparta werd 1-2. En VVV tegen FC Emmen werd 0-4. Dan is dit de ranglijst. Ajax was natuurlijk al kampioen en gaat Champions League spelen. Die heeft 88 punten gehaald dit seizoen. Dan op nummer 2 staat PSV met 72 punten met voorronde Champions League ticket. AZ is derde geworden met 71 punten en gaan voorronde Europa League spelen. Vitesse is vierde geworden met 61 punten en die gaan voorronde Conference League spelen. Feyenoord, FC Utrecht, FC Groningen en Sparta hebben een plaatje overwonnen voor de playoffs. Heracles valt net buiten de boot met 44 punten op de 9e plek. FC Twente en Fortuna hebben 41 punten. Heerenveen is 12e geworden met 39. PEC is 13e geworden met 38. Willem II is 14e geworden met 31. RKC is 15e geworden met 30 punten. Net boven Emmen, die heeft ook 30 punten. En die gaan dus na competitie spelen. En VVV en ADO waren al gedegradeerd naar de keukenkampioendivisie. Dan gaan we nu naar de voorspellers top 8. En daar is iets leuks. Namelijk Luc, die is kampioen geworden. Er zijn namelijk nog maar 15 punten te halen met de voorspelwedstrijden die we nog moeten doen. En Luc staat zo ver voor op Mikey, de nummer 2, dat hij niet meer ingehaald kan worden. Dus Luc, alvast gefeliciteerd. Mikey staat dus tweede met 277 punten. Dan komt Dilano met 273 punten. Nak is vierde geworden. Staat vierde met 263 punten. Jarno staat vijfde met 258 punten. Jesper staat zesde met 255 punten. Dan komt Massimo met 247 punten. En ik sta een keer in de lijst. Ik ben heel erg blij op de achtste plaats met 283 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. En Mikey is de weekwinnaar, want die heeft heel veel punten gehaald. Dan zijn we bij de wedstrijden aangekomen die we gaan voorspellen. En daarbij wil ik even één ding zeggen. En dat heb ik al vaker gezegd, maar ik moet het blijkbaar nog een keer zeggen. Zet alsjeblieft de wedstrijden die we voorspellen in de volgorde dat ik ze in de video zet. Zodat het voor mij een stuk makkelijker wordt om het na te kijken. Want daar ging het dus bijna weer fout deze keer. De wedstrijden die we gaan voorspellen is Feyenoord tegen Sparta. FC Utrecht tegen FC Groningen. En voor de nacompetitie NEC tegen Rode JC. En FC Emmen tegen NAC Breda. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet de laatste video nog te, of de laatste voorspelwedstrijd nog te kijken. Die komt nadat deze wedstrijden zijn geweest. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende keer. Adios, amigos.